de heren deelnemers die vanmiddag gaan strijden om de titel Highlander van Nederland, mag ik zo maar even zeggen, van de eerste Nederlandse Highland Games competitie. Zij gaan het vanmiddag voor u maken en we hebben het neusje van de zalm onder de deelnemers hier voor u. Wat te denken van een Ted van de Parre, 2,10 meter ongeveer. Ja. Even een huidige paus. Hij gaat volgende week om 10 dagen gaat hij strijden om de sterkste man van de wereldtitel. Hij is een op het ogenblik 80 kilo 150. U zult het zo niet zeggen. En hij gaat voor de titel vanmiddag. Maar denk erom, hij krijgt zware tegenstand. Tegenstand van de Bolle, Gerlof Holkema. Hier is Dave, vice-kampioen speerwerper. Nu is een van de lichtere heren, maar denk erom, de heren op de werp- en gooinummers, dat ze ontzettend goed zijn. En vooral als u weet dat zijn compaan Rudy Veenstra in het gezelschap is, ook hij treedt even naar voren. Daar staat hij, vice-kampioen Dichtjes en Kogel. En ooit in 1985 bij de eerste Highland Games hier, ooit was hij glorieus winnaar. Toen won hij zelfs alle drie van de vier onderdelen. Dat was in 1985. Hoe het nu komt, dat zullen we wel zien. Maar we zijn er nog niet. In de persberichten stond dat Marco Versterren, het Noord-Hollandse kampioen discus en kogel, ook aanwezig zou zijn. Hij is er niet, maar we hebben een fantastische vervanger voor hem gevonden. En hij heet niet voor niks het monster fameus. Daar staat hij, Simon Stickers, schier overslaan, maar tot onderin als Timberwalk en zo. Maar dat zullen we wel zien. De laatste titel die hij draagt is de sterkste man van de secretaris van vorig jaar. Die heeft hij dit jaar niet verdedigd, maar hij staat een mannetje. Ik dacht dat hij coach is normaal van Ted van der Parre. Ja, hij kreeg al even, dat zal wel. En hij doet ook met, hij is de qualifier. Bij de voorronde in Vlaardingen is hij als winnaar tevoorschijn gekomen. Een groot applaus voor Gerrit Korteland, ook uit Monster. Even kijken, dan geloof ik dat ik nog een mannetje of twee moet. Ja, en dat zal dan echt de titel hier moeten brengen. Eén van de beide heren. U ziet er een staan, een klein Campbell al op het shirt. En dan staat er nog een woesteling aan het eind van het rijtje. Ik wil graag zonder meer een groot applaus voor de twee heren die gaan strijden. Absoluut gaan strijden voor de titel. De flits van onze heren, Wout Stijlstra en de reus van Achter, Janik van der Bos. Daar staan ze. Zij zullen het moeten maken, deze twee heren. En dit deelnemersveld. En ik wil ook een applaus natuurlijk voor de heren scheidsrechters. Die gaan het beoordelen. Frank de Jong staat hier naast mij. Dan Arend Kuiper, ooit sterkste man van Friesland. Ook voor hen een applaus. En de man die steeds flitteren van Benga is Arnold Amels. Zij noemen we ook Arnold Schwarzenegger Amels. En hij is in ontwikkeling, dat kunt u zien. Eén groot applaus nog even voor de heren deelnemers. En wij gaan zometeen ons klaarmaken voor het eerste onderdeel natuurlijk. Het steenstoten. De heren gaan beginnen met hun warming-up, terwijl wij waarschijnlijk even een praatje houden over een en ander, over de onderdelen. Ja, die kleine met Pijben, die komt zometeen nog even. Ik werd Pijben. Ja, goed. Oké, eerst even een kleine dienstmededeling. Je jeugd die moet absoluut of achter de hek of achter de rode litten. En van het veld, want we gaan zo niet garant staan voor de veiligheid namelijk. Met name bij de slingeronderdelen straks, wanneer je kilootje op 25 op je afkrijgt, dat vang je echt niet. Met die bang horen wel? Vijf onderdelen. Als eerste het steenstoten. Dat zit maar een hele speciale techniek wordt die weggeslingerd. Maar dan zult u straks zien, de heren hebben dan lange ijzers aan de schoenen bevestigd. Die zetten ze diep in de grond, anders zouden ze door het middelpunt van de kracht zouden ze ergens achter de sportbal belanden. Maar dat valt nu wel mee. Maar dat zult u straks ongeveer in het derde onderdeel zien. Dan hebben we natuurlijk altijd spectaculair de Kevertos. Daar waar het toren staat, de volgende vraag, daar ligt de qualifier. Die paal die zullen ze eerst een keer over de kop moeten gooien, willen ze door naar deze heerlijke jongen die hier ligt. En het is absoluut een topwet. Daar gaat het. Nou, de vriend van me, gelukkig wel, want jee. Het laatste onderdeel, en dat is ongetwijfeld zal dat het spektakelstuk worden, denk ik, van vanmiddag, het hoogste gooien. 25 kilogram gewicht, daar staat ze, exact 25 kilogram, en die zullen omhoog moeten. Over een bepaalde installatie. Groot is de vraag natuurlijk wie dat gaat pakken. Als we zien naar de records, dan is het record in handen van Ted van der Parre. Dan moet ik even die spieken. Het hooggooien is in handen van Ted van der Parre met 5,8 meter. 5,8 meter maar liefst. En dat is internationaal ook heel behoorlijk. Maar wat zelfs even. Ik dacht voor 2-3 weken terug op wedstrijd in Schotland laten zien dat hij op dit ogenblik ook Ted van der Parre op dat onderdeel kan benaderen. Vandaar dat ongetwijfeld om een uur of 8 zal worden van vanmiddag het hoog gooien. Wij gaan nog even luisteren terwijl de heren zich verder gereed maken voor het eerste onderdeel. Naar de Clan, de Bad Five Band, het Groningen. Fantastisch dat ze hier zijn.
Eén keer een applaus voor deze mensen. Zij zullen vanmiddag een aantal toegiften geven bij de traditionele Schotse Highland Games. En ook zij horen erbij. Applaus voor de Quenderbeck Flight Band. Oh, denk al. Zal je er nou niet zijn? Nee, maar zij gaan even een ongetwijfeld frisdrankje doen om tot zichzelf te komen voor straks wederom een serenade aan het publiek. Goed zo. Hoe zijn die Highland Games ontstaan? Dat is een hele geschiedenis natuurlijk. Ze zijn ongeveer ontstaan in het jaar 1047 zo'n beetje. Toen was het gebruikelijk in Schotland dat het was 89 en hij zal het nu moeten gaan doen. Hij wordt zometeen gevolgd door Gerlof Holkema en Ted van der Parre. Het is een hele speciale techniek en het is zo dat u ziet, heel duidelijk hierachter ziet u een terk aangegeven. Het is zo dat de mensen moeten van achter het terk betreden, maar ook weer verlaten en dan echt absoluut niet de binnenste belijning raken met de voeten. Het is een hele speciale techniek, dat leidt tot disqualificatie. Men mag niet buiten de sector stappen. En met name de eerste losvertelling van de bord, dit is Gerlof Holkema. Een wat lichtere uitgave natuurlijk, maar denk om dat deze jongens het stoten goed beheersen. Kijk eens, pas. Applaus voor Gerlof Holkema. Fantastische worp natuurlijk. Een meter verder dan Jalling van de bord is zijn eerste poging. En ik weet niet precies hoeveel pogingen er zijn. Drie pogingen per persoon. Drie pogingen per persoon van de paviljoen. En nu dan. De 7 feet giant noemen ze hem. Mighty Ted van der Parre, de sterkste man van Nederland op dit ogenblik. En hij gaat over een aantal weken gaat hij dus een avond doen op de sterkste man van de wereldtitel op Tenerife. 2 meter 10 lang, 150 kilogram zwaar. Kijk eens, vrij gemakkelijk. Toch een tweede plaats nu, ook applaus voor Ted van der Parre. Kijk, dit is, ja, het is een hele speciale spelregel natuurlijk. Maar dat komt ook omdat het de officiële Nederlandse kampioenschappen zijn. En dit is Rudy Veenstra. Kom weer erbij, zitten, Ted. Houd die stoel erop. Rudy Veenstra, Fries kampioen, Discus en Kogel. Ook niet zomaar wat natuurlijk ook van Atletiek Vereniging Horror. En hij gaat ook... Kijk eens wat die mannen stoten. Applaus voor Rudy Veenstra, hoor. Ja, ja, zeker. Net zo gemakkelijk doet hij mee op dit soort onderdelen tegen de grote jongens, hoor. Absoluut. Fantastische poging. De volgende deelnemer zal zijn Simon Sikkers. De man die echt ongetraind hier aan dit soort onderdelen meedoet. Hij is bereid gevonden in ieder geval om in te vallen voor Marco Versterre, de bosleer. Ah, Simon Sikkers is wel een oermens uit Birnt. Wat langer. En hij heeft kracht dat, hoor. Onverslaanbaar. Op onderdelen houdt ook een prima worp, toch?
Het opvallend is dat Jannik van der Bos op dit ogenblik toch een beetje achterblijft. Maar waarschijnlijk is het een opwarmetje geweest, die eerste worp. Maar u ziet het willen van Rudy Veenstra heel duidelijk aan de leiding. En we krijgen nu Walt Zijlstra. Hij zal de gele kleur hebben vandaag. En als er één man is die op ogenblik in shape is, in vorm, dan is het wel tijd voor de Parma. Maar ook Walt Zijlstra zal redelijk mee kunnen doen. Met name gevreesd is tijdens de manwedstrijd natuurlijk dit de halve heel wat anders. Maar een titel is een titel en deze heren die zijn gek op titels. Daar komt hij. Uit de dijk, het pas, even klaar, applaus voor Walt Zijlstra. Hij benadert in ieder geval, positief benadert hij Rudy Veenstra in ieder geval. En dan krijgen we nu Gerrit Korteland. Gerrit is normaal jouw coach, hè? Dat klopt, jong. Is hij een opleiding bij? Ja, zonder meer. En heeft hij, heeft hij aanleg? Ja. Zeer zeker, een aanleg. Hij doet een beetje lokale wedstrijden, doet in de gat heel goed. Prima. En we zullen zien wat Gerrit kan. Een prima eerste worp ook. Applaus voor de heer voor Gerrit Korteland. Hij verdient het natuurlijk ook. En kijk het uitstappen, dat gebeurt allemaal naar officiële maatstaven. En we zien nu duidelijk toch nog steeds, als ik het zo bekijk, Rudy Veenstra aan de leiding. Op de tweede plaats Walt Zijlstra zo te zien. En op de derde plaats de Roos van Gerland Balkema. Dus de atleten komen duidelijk naar voren in dit eerste onderdeel. Voeting de stoom. Hier kennen we geen records in, geen Nederlandse of wereldrecords, want elke keer is die vier keer weer anders. Ook geen bepaald gewicht, dus gewoon een pak en steen en werpen. Jannik van der Bos, tweede poging. We zullen gaan kijken op de reus van Achelen. Hij komt wat verder. Hij is mensen in ieder geval in het gezelschap. Ziet het officieel met stalvader. En hij gaat inderdaad iets verder. Dus hier daar een Kuiper meet met een touw. De eerlijkste manier natuurlijk is op het middelpunt vastgemaakt. En gaat hij verder, dan wordt het pion gezet en zo niet, dan blijft de pion staan waar hij staat. Gemma van Alkema voor zijn tweede poging zometeen. Daar gaat hij. Het rode van Gerrit Korteland, maar staat nog behoorlijk ver. Kijk eens, daar komt hij weer. Hij spijt half hem. Prima worp. Dan gaat Tess de stok. Dit is niet leuk, zeg. Maar in ieder geval, hij was weer neergezet, die van Tess. En Gerland was absoluut niet verder dan zijn eerste worp. En hij heeft straks maar één poging om in ieder geval Rudy Veenstra te benaderen. Zet voor de paar hier. Hij beheert de techniek niet helemaal, maar hij gaat vrij gemakkelijk stoot hij hem uit. Zullen we gaan kijken. Hij wordt iets gezet. Betekent dat hij iets verder is dan de eerste poging, maar hij blijft nog iets achter en Rudy Veenstra loopt hier. Ja, hij loopt hier. Hij zal niet wel ergens zijn, maar ik kan heel rustig toezien. Ocean Aspen nog steeds het verste is. En dan komt Rudy voor zijn tweede poging. We zullen gaan kijken wat de ook wel bekende wordt hier. Volgens mij leeft hij meer op een gooisje matras, geloof ik, zoals ze dat noemen. Maar we zullen gaan kijken. Kijk eens, bam, uit het rood. Ja, applaus voor Rudy Veenstra hoor. Hij blijft in ieder geval aan de leiding. We zullen gaan kijken of hij verder is. Nee, de Daden Kuiper is niet verder. En dat zal betekenen dat Simon Sikkers nog zijn tweede poging maakt. Het groen van het grijs van Simon Sikkers. Maar ja, een man die ongetraind eigenlijk op dit soort onderdelen meedoet, maar over een enorme basiskracht beschikt. Dit is de man die in Nederland absoluut het sterkst loopt in de Timberwalk. We hebben het gezien voor een paar weken terug in Haren. Toen haalde hij zelfs. Hij haalt zijn eigen afstand weer, maar ik kan het zo niet helemaal zien. Ik denk dat hij iets achter ligt. Maar daar komt hij. Hij is de eerste techniek. Kijk eens, kwaad wordt hij. Ja, boos voor Lozelta. Zonder meer, ik denk dat dezelfde hoogte wellicht iets verder. Verder. De man die in wedstrijden optimaal is altijd. Hoeveel heeft Arend? Zo'n stukje? Zo'n stukje voor Zijlstra. Dus Rudy Veenstra die zal nu ook alles op alles moeten zetten om daar voorbij te komen. Dus Gerrit Korteland weer voor zijn tweede warm. Daar gaat hij. Ook een prima warm trouwens. Maar hij zal ongeveer dezelfde hoogte blijven. Ja,
Goed zo, we gaan naar de derde en laatste worping. Aan de leiding nu dacht ik wel ook zelfs voor geval de Rudy Veenstra en ook het rol van Gerald Halkema staan er nog prima. Maar het groen verjaling van de boot, dat zal nu moeten komen. Deze Tour vorig jaar met name ontzettend veel wedstrijden gedraaid in Engeland voor mensen derde wordt. Daar komt ie. Nee, dit lukt niet. Toch een applaus voor Jalling van der Bos. Het is een derde en laatste worden natuurlijk. Maar hij slaat er in ieder geval niet in om de toppers te benaderen. Oké. Gerlof Halkema. Beheert ook goed. Heeft veel kracht ook in zijn schouders. En beheerst de techniek. En dat is een plus. Daar gaat hij voor zijn derde worp. Kijk eens. Applaus voor Gerlof Halkema. Ja, prima. Worp. Net niet bij de nummer 1 en 2 denk ik, maar wel verder dan zijn tot nu toe beste worp. Het is toch duidelijk dat de heren die de atletiek oefenen, dat die nu de leiding nemen. We kijken naar het zware facet van de paar. U ziet het in de vierde plaats zo ongeveer hoor. Het zal ontspannen met een groen vertelling van de Bos. Maar tempo is de laatste waar het dan ook alles geven is. Hij gaat ook weg. Hij komt wel verder, maar ik weet niet of hij de derde plaats van Gerlof Halkema benadert. Het zal zo ongeveer. Maar hij blijft goed bij. Maar het lijkt erop dat Ralf Zijlster en Rudy Veenstra hier de eerste punten pakken op deze onderdelen. Dit onderdeel. Met name Rudy Veenstra nu voor zijn laatste, zijn derde en laatste worden. Nu zal alles uit de kaart moeten. Een atleet, Roel Zang, weet optimaal zich te concentreren. Daar gaat hij. Ja, dat was voor Rudy Veenstra, fantastisch hoor, ja, fantastisch hoor. Ja, het is een eigen blad. We zullen gaan kijken wat, of het verder is dan ook. Ik kan het van hier vandaan niet bekijken. Ik weet het niet, de heren scheidsrechters hebben er moeite mee. Maar we zullen afwachten wat ook zelfs heeft dan gebeurd. We krijgen eerst Simon Sikkers voor zijn derde en laatste warm. Even de turbo-wagen. Geen water zien, maar ze zijn wel voor de vingers. Als op een kapboord, als op een kapboord, heeft wel. We zullen gaan kijken. Kijk eens, Club Jarre er ook al bij. Dus als de gemeente moet worden, dan... O jee. Ja, ik weet het niet. De spanning blijft. Alles laat hangen van de laatste worden van Wout Zijlster straks. We krijgen eerst Simon Sikkers. Toch applaus voor het Montefermeu. Dit is niet zijn onderdeel. Maar wist wel eens van tevoren wel een contract terwijl het hoog hollen en zo. Hij blijft op dezelfde sporen staan. En nu de Wout Zijlster voor zijn laatste worden. Nu moet het gebeuren. Alles of niks, hij is een kaart. We zullen gaan kijken of hij dat gele bordje naast de winter van Rudy Veenstra, of hij dat benadert. Moet het nu gebeuren. De sterkste man Friesland van de laatste 2 jaar. En nummer 2 van Nederland, 68 van haar. Perfecte techniek, en dan gaat hij. Bam! We zullen gaan kijken. Ik denk het niet. Nee, hij is niet verder, dus wel straks meter op de centimeter. Gerrit Kwartelman als laatste op dit onderdeel, op dit eerste onderdeel. Voet in de stoom, steenwerpen. En het is het eerste onderdeel erop. En dan zijn de eerste afscheiding in de punten totale duidelijk. Prima waar voor Gerrit Kwartelman. Ja, applaus ook voor hem.
Dit was het eerste onderdeel. We gaan 5 minuten passeren. Dan gaan we meten en zo natuurlijk om te kijken hoe de centimeters ervoor staan. En dan kijken of zij dit onderdeel mee kunnen doen. Dit was het eerste gele valken, maar hij krijgt weer de rode pion. En ik zet mijn stoel een beetje achteruit, zodat ik op een enorme lengte en veel kracht. Kijk eens, Pat, zo even. Hoppatee. Hij gaat in ieder geval verder dan Gerlof Alkema, ook een Klaus Vrend natuurlijk. Maar ze zitten nog niet op het Nederlandse koor, maar of dat er vandaag aangaat, ik weet het niet. Rudy Veenstra krijgen we nu. De eerste rij natuurlijk ook aan te doen halen, natuurlijk, dat nu doen. Dat weet ik niet. Hij is toch een oude bal van de Veenstra. Met allemaal kleine ondernemingen. Houd hem ook goed vast, kijk eens. Pats. En hij komt verder. Ook weer applaus voor Rudy Veenstra. Prima natuurlijk, zo'n eerste poging. En het ontzettend goed mee. Ik heb voor de wedstrijd even met hem gesproken. Hij zei, ja, ik train weinig op het ogenblik. Ik eet alleen maar vet. En dat gaat de kosten van de kracht. Maar het gaat het nu toe goed. Maar ja, hij zit op een gooi. Zijn matras altijd in de Hilversumse wereld daar. Dus ja, er gebeuren hele andere dingen, zegt men. Maar dat weet ik niet over. En misschien als we straks tussen onderdelen door even tegen. Hoor. Als je dit niet gewend bent... Dan om die techniek in ieder geval onder de knie te krijgen. Maar Simon doet er alleen maar mee om weer eens even de feeling te krijgen voor de Highland Games. Highland Games die begint op dezelfde hoogte, maar nog niet de maximum score. Een prima eerste warm. Gaat het nou om die swing te krijgen wat net al zegt. Een goede swing moet je hebben. Kijk, en dat. Hij heeft ontzettend veel kracht, dat kunt u zien. Hij gooit vrij gemakkelijk die afstand. Alhoewel hij niet in de schoen viel. Hij had niet het juiste draai, maar hij gooit wel ver. En hij blijft bij. Maar nu dan de Nederlandse score. Jalli van der Bos, vorig jaar gevestigd. Ik weet niet hoe het met zijn shape, met zijn vorm staat op het ogenblik. Ik zeg dan niet zo, maar... Als je daar gegooid hebt tot aan die Nederlandse vlag waar Arend Kuiper staat, zou je zeggen, dan moet je geen moeite hebben om die andere 6 deelnemers in te halen. Daar gaat hij. Ik weet nog exact de plaats in de perk, laat ik zo maar zeggen. Concentreert hem optimaal. Prima eerste wat, denk ik. Ja, applaus voor Jalling van der Bos. Hij benadert in ieder geval Rudy Veenstra. Hij zal iets verder zijn, denk ik. Maar je ziet bijna allemaal dezelfde richting. In ieder geval aan de leiding dacht Jalling van der Bos, Rudy Veenstra en dan Ted van der Parren. Dus dit kan weer een wisseling geven van de wacht in het Gelre Hoogema. Nee, die kwam niet uit. U kunt het zien, die kwam niet uit en hij stapt uit. En hij krijgt dan ook een streep. Minder dan gaat het gewoon, daar gaat het echt op kracht en het is gewoon wap. Dan is hij weg, zegt hij dan. Dan gaat hij gewoon weg. Daar kunnen de heren aan gaan staan. Fantastisch, één keer rond en bam, wordt hij Nederland. Hij weet er dat onder andere John Paul Siegmans zo geblesseerd is voor de strijd. Geeft hem natuurlijk moed om hoog te scoren en wellicht de wereldtitel mee naar Nederland te nemen. Dit is Rudy Veenstra zijn tweede warm. Ook prima. Even kijken of die verder komt. Kijk eens, de heren die gooien nu wat meer in. Alleen Rudy staat er nu uit het vak en schrijft dat de Fabulion zegt. Het is treur, hij telt niet. Maar die warm van Ted, die staat. En hoe? Hij gaat een meter op 19. Enorm stuk agressiviteit, maar dat valt mee. Hij kwam verkeerd uit en dit wordt dan ook niet gerondeerd. Hij gaat buiten de sector. Wat zei je Ted? Ik ook een stuk van. Oh ja, ja, maar je weet wel, die is er buiten. Dat weet je wel, hè? Nog bezig. Hij heeft de schoenen er niet bezit, even de kracht staat, hoor. Ook een prima poging toch weer. En Jalling van der Bos in zijn tweede poging krijgen we nu. En met name van de
van de Nederlandse kampioenschap van de Highland Games mee naar huis neemt. Na vertelling van de Bosnische trainer. Perfecte techniek, daar is niks op aan te merken. Kijk eens, Paas, daar gaat hij. Ja. Oh, wat is de vertelling van de Bos? Daar is Paas uit. Hij wordt afgekeurd. Hij wordt afgekeurd. De uit bestaat, hij staat uit het werk. Ja, hij staat uit en hij mag de linten absoluut niet dragen. Veel kracht en een sterke worm. Maar hij komt er niet op een verder. Applaus voor Gelle Valkenmeijer van deze laatste poging. Scoort hij beter dan in de andere twee. Maar hij blijft net iets achter bij de stand 3, zo te zien. De stand 3, aangevoerd door de aandier, Stef van der Barre. Het jongetje uit Monster. De bondgooide breed en de gemeente, wat nou? Hij is de sterkste man van Nederland. En terecht. Daar gaat hij. Hij doet een tequila bom met die bug. Eén woord voor je kijkers. Kijkers, wat een hoofd. Applaus voor Stef van der Barre. Van thuis in de bult. Hij komt 100 meter verder. Hij gaat voor de nummer 1 positie. Dat doet hij altijd. En met een geweldige kracht en spanning. Komt hij weer verder dan zo net. Volgens mij niet duurt te lachen. Ja, dat deed wel, ja. Ik kan het wel. David Rood denkt al dat hij het lachen met de tijd. Ja, ja, ja. Zal ik voor één met hem op een foto? Ja, ja. Ja, die geeft het de aanval. Die legt het er alweer neer. Maar zo kennen we het niet, hoor. Rudy Veenstra nu, meneer, hoor. Hou hem in de gaten. In 1985 was hij oppermachtig hier, meneer Leijs. Kijk, wat een enorme man! Applaus voor Rudy Veenstra, ja zeker. Fantastisch. Niet goed, hij staat ook uit. Niet gemeten geworden, hij staat ook uit. Oh, jammer. Hij staat uit, hoor. Hij was niet goed. Hoeft niet te meten. Hij is uitgestapt. Hij is uitgestapt. We gaan de brullen naar alle positie. Jammer, jammer, jammer. Hier staat alles in, hè? Hier staat alles in, hè? De vier kant hier, daar stappen we. Nee, jongens. Wat? Nee, jongens. Wat? We zullen even gaan kijken, want Twitter staat niet waar die stond, denk ik. Daar komt hij, inderdaad. Ja. Ja. Ja, nooit meer. Jannik van der Bos is het beter. Die wil weten wat, hoe het nu is. Die geeft nog verder, maar dat moet wel doen. Wel zelfs een keer met die punten verliefd houden. Ja, die heeft nog gebeurd hoor. Eerst die moet zeker tegen hem al. Harder in. Heel jammer, hè. Op de lijn. Net in de... En dus een applaus voor Simon Sikkers, het valt niet mee voor hem om hier mee te doen. Hij staat ook uit. Toch een applaus voor Gebor, voor Mouwkels. Hij blijft het, maar dit kost punten. Ja, dit wil niet. Dit kost punten. Ja. Gerrit Kotelaar nog, en dan natuurlijk de laatste poging. Applaus voor Gerrit Kotelaar, ook een goede derde en laatste poging natuurlijk. En het hok niet breder, jongens. Dat kan hij nu in de kop nemen. Daar gaat hij. Alles moet in. Daar gaat hij. Hij heeft de hoogte, maar niet in eigen leven. Wat ooit vertelling van de Boosmeesterland. Helaas, helaas. Goed zo. Het onderdeel wordt gewonnen. Hij staat hier aan het chat van de Barre. Geven we ons vast een applaus. Want dat is al zeker. Hij pakt het tweede onderdeel. De spanning is terug in het klassement. En wij gaan luisteren naar... ik zal dit een steentje geven naar de Plant Macbeth Flyband uit Groningen. Zij zullen een showtje voor u doen. U kunt even wat gaan drinken. Voor de hele deelnemers in het veld. Broodjes en vreemd in de kleedkamer. En de uitslag is verontwaard. Maar is even van de boer.
ik weet al waar je werkt. Dat was helemaal door. Ik ga je even weg houden. Oh, dan weet ik het ook wel. Doei dag. Ik ga het een keer eerder zien. Vind je dit een goed plan eigenlijk? Ja, ik zou wel weggaan. Ja, maar nou... Dat ook niet net, als je nee. Denkt. Twee keer draaien, hè? Twee keer springen, maar twee keer draaien. 1, 2, 3. Ja. Hey, even dit. Dit is mooi. Dan even snel wat dansjes eroverheen. Hou even door. Hou even door. Nee, heb er wel wat op. Nee. Wat drinkt er, Johan? Wat drinkt er? Aan het slechte.
Ik heb hier nog een man die heeft 30 kilo van paling ter beschikking. Is dat voor jou? Lekker.
Heerlijk. Dus meneer Abmaas, ik ga dan komen voor die 30 kilo. Maar dat is een grapje met de tijd. Maar jij met in training helemaal, neem ik aan voor de tijd van de wereldcompetitie. Wanneer die precies? 4, 5 en 6 oktober. Dat wordt nou op 20. Het laatste nieuws is dat met name John van Sigmundsson en Jamie Lee geblesseerd zijn. Door de meeting dacht ik, dit opent grote perspectieven voor jou. Je kan perspectieven openen, maar ook als je moet spelen, dan biedt het perspectieven. Dus maar simpel nog. Jij bent gewoon in de park van je leven. Ik wil lekker in vorm, ja. Het goed uit, maar het is maar ik ben ook in vorm. We weten dat de coming man in Nederland eigenlijk op sterke maand niet. Nee, maar toch van hetzelfde is, dat heb je vorig jaar ook kunnen zien op Ameland. Dan geef je hem nog kans, volgend jaar mei. Als jij in deze plan blijft. Dan wordt het niet zeer moeilijk vooruit. We zullen wel straks ook naar de mening vragen, maar wij wensen jou veel succes natuurlijk. Over een paar weken daar op Tenerife. En we hopen met je hopen dat het lukt dit keer. Oké, bedankt. Wel zelf bij de microfoon. Ik schakel even voor wat gelukkig. De titel pak. Ja, ik kan het vergeten. De scheidsrechter die niet voordeel, alles niet voordeel. En dat zal men ook verhoren dat hij keer naar mijn kleren moet zien mooi. Want de titel met een microfoon. Oh, en maar dan is er maar één man die jou kent, dat is zo, het net met bang voor Tjalling van de Bos, als dat is gebeurd. Tjalling, nee, daar ben ik er niet bang voor. Hij moet wel trainen, dacht ik. Als er een mooi wordt. Je weet het nooit mooi. Maar als er goed traint, jazeker, dan moet je verschrikkelijk krijgen iemand mooi. En jij hebt toch zo verkust, dat is jouw dagen in de week, dan begin je zo'n drie dagen. Heb dat een bepaald doel? Is dat gewoon om te zeggen van ik zal je meer zien, Jerry, en ik werk een echte Highlander, erop? Ja, tuurlijk. Dat zit, als ik slim is, dan is het wat langer en ga je onbetaald voor op. Dat is altijd wat moeilijk, maar ik probeer hier het nog wat langer. Maar dit is echt een soort van die elke dag hak. En dat is je lucht in je leven natuurlijk. En je moet, als je gewoon werk gaat liever aan de liga, dan moet het echt spier alweer, om te trainen en alles wat bij te houden. Ja, hij dan eens dat hij lucht in mijn leven, maar sterk nog van Nederland zoek ik graag. Maar dat gebeurt over die man uit, hè? Ik ben zo'n gegooid en Ted is 40, hè? Ja, ik heb je idee, ik ga even letten, denk ik. Dat, Oh, dit is van die kleine oude man. Zullen we een oude bestellen? Zo is dat het zeggen, want die doet volop natuurlijk. En denk op waar het puber, maar die komt met de uitslag natuurlijk van het samenklingen. Applaus voor Rudy Veenstra. Hij pakt gewoon de qualifier even. Hij gooit hem gewoon over de kop. Het is dan niet belangrijk. Hij heeft spaarkrachten voor de winnende woonstand. Over de kop op de voor. De graden worden bepaald. Hij krijgt verschillende afbouw. Ik denk niet dat deze... Niet over de kop, dus hij zal nog. Je moet straks in zijn tweede of drie pogingen van... Zetten de parren. Hij zal ongetwijfeld vaker een boom vast hebben gehad. Maar hij moet dus naar voren vallen en dan moet hij juist tot komen. Ja, prima ook. Applaus voor Gerrit Kortland. Dat is geen probleem om door die qualifiers te komen. Tjalling van de Bos nu. En het gaat er straks dus om dat ze hem rechtstandig vooruitgooien. Dus dat hij op 12 uur valt. En dat is de grote vraag. Daar gaat hij. Tjalling van de Bos, kijk. Die gaat gewoon even warming up doen. Hop. Ook applaus voor de reus van Achelen. En een prima poging. Gerba Valken maar nu. Daar gaat Gerla Valkema.
heeft het goed in de hand allemaal. Snelheid maken, voorover met de bom en dan over de kop. Ja, prima hoor. Ook applaus voor Stella Valkenbach. Fries kampioen speerwerpen, maar hij doet niet meer aan atletiek, alleen aan pilkje gooien. Maar ja, dat is ook een sport. Ja. Tijd voor een paar handlaten. Eén man die de qualifier nog niet heeft gepakt, dat zie je moet zeker zijn. Hij krijgt zometeen nog in ieder geval twee pogingen. En daar zal hij zeker slagen. Hij moet alleen even de kunst van de techniek afkijken. Dit is tijd voor de barren. Oh, de kracht staat, kijk eens, hij gooit hem bijna vrij rond. Zoveel kracht heeft die man. En ook prima natuurlijk. Krijgen we nu de eerste herkansing voor Zimbo Siggers. Om in ieder geval te zorgen om binnen te komen in de ronde van te verdelen prijzen of punten. En dan gaan we over naar deze prachtige boom, deze jongen. Hij krijgt de handen eronder. Nu is het gewoon een kwestie van snelheid maken. Voorover. En het zou mooi zijn als hij ook slaagde. Ongetraind hier vandaag. Ja, applaus voor Simon Siggers. Het monster van huis. Hij gaat ook over naar de officiële ronde. En dan krijgen we deze mooie formulier. En u ziet er een soort klok op staan met een streep op 12 uur. En als je op 12 uur valt, dat is eigenlijk alleen maar de bepaler. Er was verder geen afstand te nemen. Het is alleen maar, ze moeten een poging doen en op 12 uur gooien. Ze hebben daarvoor drie pogingen. En 12 uur is exact 12 uur. En dat kan natuurlijk 5 over 12, 3 minuten voor 12 zijn. Daar valt ontzettend tegen om exact op 12 uur te gooien. Ja, dit is het horloge, Fagel. Ga je wel 12 uur op je klokje, mag je misschien? Of is het digitaal? Digitaal. Ja. Dit is een zware hoor, dit is echt een ploert die nu naar voren wordt gedragen. En wie kan er beter op zo'n ploert beginnen dan Rudy Veenstra, al niet Rudy? Jullie gek aan je. Oh. Nou, we zullen wel zien. Kijk mensen dat hij, wanneer hij achteruit komt, hij heeft hem voor. Nu is die handen eronder. En dan, ze mogen rustig snelheid maken, ze mogen van heel eind boven met het ding. Dan gaat hij. Nee. Dat is duidelijk 20 voor 12. En als het niet over de kop gaat, wordt hij ook niet geteld. De punt aan staan. Hij kan er echt nog wel bij komen. En dan moet hij nu toehalen. En een hele keurige warp. Hele keurige warp. En het zal een 12 uurtje. Ik weet het niet. Nee, geen 12 uur is het vast voor jongen. Nee, 12 uur is echt 12 uur, dan moet die kaas echt liggen. Hij zal iets voor 12 uur zijn. Ja. Kwart over half 10, ja. Ja, 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 90 graden heeft hij. Nee. 89 graden. Domme, zegt u. Het laatste onderdeel straks is de 56 voor height, dus 25 kilogram voor hoogte. Dat gebeurt hierna straks. En dat is 20 kilo te zwaar, Rudy, dat weten we. Maar wel de Nederlandse recordhouder in ons bindertijd van de parren. En de man valt zelf en misschien Simon Siggers en Rudy vindt er zelf voor, die gooit ook 4 meter. Tijd van de parren, bam. Ja, maar duidelijk 11 uurtje hoor, denk ik. Dat zal even kijken. Nee, dat lukt gewoon niet in ieder geval. Gewoon eerst. Dat gaat wel hetzelfde. Juist dan! Ja! Oh, dit is een hele mooie. We zullen gaan kijken. Goed, even wegstappen. Ja! Hij is 12 uur. Applaus voor Oud-Zelstra. Ja, ja. Ja, zeker. En nu moet een andere heren, nu moeten ze eraan. Oh, wat gevaarlijk zijn het al. Nou wordt het gevaarlijk. Maar nu moeten de andere heren eraan. Ze kunnen alleen maar gelijk eindigen. Ja, kijk eens. Dat is wel een man die de techniek beheert. Maar dat hou je heel hoog opgenomen. En nu zal hij op 12 uur opkomen. Gaat over de kop. Nee, nooit een keer. Ja, maar...
gaat niet vloeien voor ons. Stel maar Valken maar af. En stel voor de baan. En dan op die hoofd te hebben. Dat kan vaak zo tegenvallen. Even vast. Vreemdschoud. Nu houdt het tegen. En nou voor die rustige met de gouden vrijders. Applaus voor Gerlof Valkema. Hij is met de Palika. Al zes. Ah, ik weet niet of hij de bal weer is. Dat is niet even. Ja? Dan had hij er niet op moeten bellen, denk ik. Ah, moet hij er niet uit zetten hoor. Nee, hij zit klaar om een uur. Dat is niet waar hoor. Ja, precies. Ja, precies. Nee, tuurlijk niet, Jim. Oké. 5 over 3. Ja, 3 laten voor de 5 over 3. Dat is helemaal zeker dan. Pak even. Rudy is al te laat, dus ik kan andere bommen van de brand, maar ik kan niet klokken lezen. Daar komt het. Aardig in het verder niks. Simon zeker, het zou mooi zijn dat hij er ook iets klaar om je over de kop te krijgen. Het hooggooien, dat gaan we straks even verplaatsen. De mensen van Blijkbaar zijn dat het vrees voor het veld. En dat is ook wel logisch hoor, straks met die zware kilo's. En ze zijn al in een armoedabel slechte staat die velden, door de weinig reden wat. Maar dan gaan we dat daar in de hoek doen. Dan gaan we dat alle vooruit, dan kunnen we het lichaam inzetten. Even voor het hooggooien. We krijgen hier aardig onderdeel weer de mensen van de Klaarbeek en de Spijker. Nee. Nog een boos van Gerko, hij heeft tegenvallen in van het publiek hoor, even voor de plaats. Is de mensen een beetje tent maken, zakken blijven, honden tegen, kom maar uit. Ja, maar het is voor jou. Is er nog een man die 12 uur heeft? Twee belangrijke filmpjes, 3 nog. Jan van de Bos, 11 hoog, maar en ten met een heel te klein aangestaan. We verhuizen straks even. Maar dit valt dan wel mee. Een mooie warm, maar straks met die 25. Tot ziens, tegen. Stroom het probleem met de 25. Er is nog één extra spelregel hier. Men moet absoluut met moed met één hand voor. Het ding gaan we naar 5 meter. Hij moet er dus overheen. Het record dus. Die handen van de tent van de baden, voor 5 momenten gaan we hier. Hij had er ook te maken, maar hij staat op een verkeerde punt. Misschien is het helemaal gewoon aan de Frans is er niet gekozen. Rudy Veenstra nu, als laatste, op deze 3,50 meter. Rudy Veenstra, moet kunnen hoor, die 3,50 meter. Uit de hoofd heeft hij gemakkelijk, maar hij gaat er alleen niet overheen. Deze jongens gebruiken het leven om in te werpen, denk ik. Kijk, heel gemakkelijk. Laat alles voor Gert Kralderland, hij slaat ook. De tweede man gaat over die 3,50 meter en krijgen we Gerlof Valken maar voor de tweede beurt. De beurt is helemaal niet te volgen dus aan in de eerste. Als het makkelijk wordt! Net nu. Nou, bal goed voor Rudy Veenstra. Geen probleem nu. Niet te concentreren, kwaad worden. Hij is vol moeten denken en dan gaat het een stuk beter. Heel veel van doorheen. Prima hoor. Hele goede beurt, ook zo. Het gaat in één keer. Prima. Gerlof Valken. Ja, prima hoor. Mooie schoen en ook in één keer. Prima, dit pad. Ermee gaan bemoeien. Dit is in ieder geval de nummer 4 uit het klassement. En kan hij dichterbij komen? Nee. Dat is niet zo. Gemakkelijk op de hoogte, alleen niet de richting.
Op de ring. Kom. Ja, ook applaus voor de rug van achter, hoor. Hij gaat verder in de strijd. Rudy Veen van nu. Ja, Rudy, kom op. Ja, ja. Ja, Rudy. Applaus voor Rudy Veen, hij strandt helaas, helaas. Nee, dan moet je blijven staan. Ga er iets meer daar zitten. Nee. De 7 feet giant. Sterkste man van Nederland. Even neergooien waar dit meer gewoon eerst koning niet geslaagd. We krijgen drie herkansingen voor als eerste de Simon Sikkers. Nee, even voor Charlie van der Bos. Zet voor de varen. Dit is de tweede beurt. De eerste week komen we Tenerife. Ja, okay. Dat was weer afgekeurd. Daar is hij weer, doet hij even. En gelukkig blijft hij in de strijd. Geen probleem, prima Marco. Ja, keurige bovenhoofd van Challenge van de Burg. Een rondje. Hier lang? Nee, een tijdje net. Een tijdje net? Ja. Anita. Kom op, Stef. Ja! Lieve staker. Maar is die of al weet ik niet? Dat komt wel. Zij zo. Hop. Ja. Ai. Eén keer maar. Geen probleem, keurig. Jelly van de. Kijk eens. Hallo. Tweede poging voor Simon Sikkers. Ah, de hoogte was er wel. Ja, keurig. Hij verspeelt ook heel weinig kracht. Het is gewoon verzekerd eroverheen. En hij blijft meegaan. Zet voor de paar is de tweede beurt. Geen probleem. Boutselte, hier de volgende 4 meter. Kom op, Hout! Hop, kom op, Hout! Geen probleem. Heel goed! Verder in Roland Tinkerhand.
maar ja, doet hij met ook zo'n even, hoor, dat hij voor de vrouwtjes even. Dat doet hij altijd, hoor. Ja. Hup, kijk eens. Perfect, perfect. Nee, tweede poging strand helaas ook. Ze krijgen dan elke 6,5 punten of iets dergelijks. Maar wat is het voornaamste nu? Ze zeggen we gaan naar 5,9 meter. Dus het zou het Nederlandse record zijn, 5,9 meter. En ze gaan beide 3 pogingen doen op die 5,9 meter. Dus applaus voor hen. Ze winnen met z'n tweeën het onderdeel. Ted van de Paar en Paul Seltra. Maar ze gaan nu een recordpoging doen op 5,9 meter. Dat is genoeg. En beide gaan 3 pogingen doen op die 5,9 meter. En dat is een gigantisch doos, dat kunt u nu zien. Goed. Kom op! Nee. De eerste poging niet in ieder geval. Komt er heel eind in de buurt. Het is heel ver. Ik ga wel naar Ja, is een 480 kan er in. Nou, dan gaat hij over 460 heen. Hij zit wel ongeveer te hoog, alleen. Durk, het even bij. Even naar Dirk. Daar gaat hij. Ja! Oh! Nog een applaus voor deze hele geweldige poging. Dus ook een raarste vrouw. Maar nu niet zo, misschien niet uit de poging staat. Enorm! Enorm! Wat een oerne! En wat is hij? Geweldig in vorm voor hem. 14 dagen, 3 weken naar de trainer voor de sterkste man van de wereld. Zo fantastisch geweest dat hij dat binnenhaalt van Nederland. En er is 1-2 van Nederland maken die hem absoluut waren. Maar die laatste poging zometeen voor Ted van de Pie. Kom maar. Gefeliciteerd. Ja. Ik moet altijd omhoog kijken bij jullie. Ja, ja. Dat geeft niks. Jo, succes verder. Bedankt. Ja? Goed zo. Op de vijfde plaats natuurlijk. En ook prima gepresteerd. Die jongens, we zijn er even bij geraakt. Heel lof. We kennen elkaar een beetje. Ja, hartelijk ja. Jongen. Ja. Volgende keer weer erbij. Ja, volgende keer. Zeker. En dan even iets meer. Ja? Oké. Okay. Goed zo. Op de vierde plaats. Ja. Ik moet zeggen, hij heeft vorig jaar 52 wedstrijden gedraaid. Is daarna in een luxe loge, zoals ze zeggen, gekomen. Hij is wat geblesseerd geraakt en
ja, hangt er nu wat tegenaan, maar hij moet toch een klein beetje achterblijven op het ogenblik. Maar het is geen schande om vierde geworden in dit circuit natuurlijk, al had men iets beter verwacht, maar hij is er nog steeds, de reus van Achelen, Charling van der Bos. Charling? Ja, dat. De organisatie heeft je partner gespeeld natuurlijk, hè? Anders dan was je dus hoger geëindigd. Ja, van harte, kerel. Ja? Volgend jaar wat minder blessures, dan gaat het helemaal klaar. Oké. Oké, geweldig voor Charling van der Bos. En hij stond steeds tweede eigenlijk, en dat ging hem zelf, denk ik, boven de verwachting. Hij heeft een stinkende roggel ingeleverd, maar ik vind het een daverende ovatie voor de derde plaats van Rudy Veestra. Ja, jongen. Ja, hoe is het met je? Ja, mooi. Mooi. Nou ja, had je het verwacht van tevoren? Nee. Niet helemaal. Nee. Eerste. Niet de derde. Niet. Oh, niet de derde. Nee. Zeg ik eerder vanuit de gefeliciteerd. Ja, mooi zo. Nog een applaus voor Rudy Veestra. Op de tweede plaats de man die in vorm is voor de zoals het lijkt nu. En dat is hij helemaal, daar bijt hij zich in vast. Voor de sterkste man van de wereldstrijd over kleine drie weken op Tenerife. En als het eenmaal is ingegund is, na de sterkste man van de wereldtitel van afgelopen jaren van Ameland, nu sterkste man van de wereld worden. En dat zou fantastisch zijn. Dat Mighty, de 7 feet giant, Dat van de Ballen. Van harte gefeliciteerd hoor. Veel succes en wereldkampioen staan. Dank. En dit is een goede aanzet, dank je. Ja hoor. Goed zo. En succes. Bedankt. Ja? We zien elkaar. Mensen, ook bedankt. Hij bedankt de mensen weer. Ja. En die titel die moet voor de eerste keer... moet hij naar iemand toe en één man die heeft er loei en de loei hard voor getraind. Hij adoreert Charling van der Bos en hij adoreert Ted van der Parre. Maar hij zegt, volg je mij ergens in aangeroepen de sterkste man van Nederland 1992. Dan in dit mansuit op de hele manier van Nederland. Zij, wat zullen we houden? Nu is hij eerst de Heijberg, de Nederlandse kampioen van Harding. De Nederlandse kampioen van Harding. Zo komen met jouw voorbereiding, hè, en met jouw toewijding. Van harte gefeliciteerd. Ja? En verder succes met alles wat je doet op dit werk. Ja? Oké, okay, joh. Nou, hier een grote applaus voor de atleten. Voor Arie Kuiper, voor Kurt Hartman, voor Paco de Jong, ik weet niet waar die is. En voor de beeld Arnold Zwartenegger. Die staat erop. Dames en heren, dit was het. Ik wil nog een keer de boel brengen. Staat er prima tussen hoor. Ja. Prima hoor. Geen warp. Hij is voorgestapt, hij is uitgestapt helaas. Hij zegt op een klootel. Geen warp voor Gerlo Valkema. En we krijgen de laatste serie, de derde. De derde en laatste warp van de eerder deelnemers. Als eerste moet Ted van der Parre aan de bak. Ted Jalling. De man die het hooggooien beheerst. Vertellen. Kijk eens, kracht op het pad. Heel hoog. Boom. Hij komt weer in de buurt. Applaus voor Ted van der Parre, zijn laatste warm. Dat was het laatste geweest, maar niet te zien. Moeten we dan iets kunnen verbeteren? Het zou mooi zijn. Hoe ben je nu? Verrassend in de top van het klassement. Kom op. Kijk eens, veel kracht. Ik kan het hier vandaan niet zien, maar hij gaat in ieder geval verder, het wit. En is hij tot nu toe verder dan Ted van der Parre? Ja, hij is verder, dus ja, kijk eens, kijk eens daar. Zie je hoor. Goed zo, Simon zegt het nu. Kunt u dit in bewaren? Hang en opspannen, kom op. Nee, ik wil denken. Hang en opspannen. Kijk eens, Ben van Dijkstra. Hij is in de sector. Een hele beste worm. Hij is minder dan de tweede boom. Maar hij gaat er alleen. Gerrit knalt een kwartel nog. En dan Charlie van der Bos en Gerlof Valkema. En dan is ook dit onderdeel verleden tijd. En dan kunnen we gaan meten.
Trek snel, anders om die handen, anders om die handen. Oh. En trek aan. En maak snelheid. Gooi. Ja, dat is goed. Anders uit de kaart. Ook applaus voor Gerrit Kwaltenaar. Hij blijft niet wat achter bij de Thomas, maar het is zeker geen schande. Het wachten is natuurlijk op. Dan ik zet ze weer vast, u kunt het zien. De ijzers gaan de grond in. Dat is het enige zijn, want in de voetbal is geen fout. Die staat vast en die staat vast. Alles wordt uitgeweten in die laatste worp. Zal het voor hemzelf en voor u moeten gebeuren. Pakt hij de maximale punten op dit onderdeel of niet? Daar gaat hij. Gaat hem los? Nee. Applaus voor Jolly van de Bos, de reus van Achlen. Het lukt hem net niet tegen om de eerste plaats te pakken. En lag Gerland Balken maar af. Wellicht zelfs hij voor een verrassing. Want dat rode pijltje, dat rode bootje daar verderop, dat staat er ook heel keurig. Even een 180 in Gerland. En misschien gaat hij zich in het geweld mengen. Onder punten. Ik denk dat wel hetzelfde nog aan de leiding gaat in ieder geval. Gerland Balken maar eens plaatsen. Kijk uit. Het loopt prima. Applaus toch voor Gerland Balken, deze poging. Applaus ook voor de deelnemers. Dit was het derde onderdeel. Wij gaan meten en komen zo meteen bij u terug. Met de tussenstand natuurlijk. En het volgende onderdeel is de altijd de spectaculaire. Zoals even vandaag. We gaan morgen staan op en dan. Ook een applaus voor Zijlstra, hij gaat in ieder geval over naar de volgende ronde.
De qualifier is geen probleem, even loswerken. In die machtige schouders. Daar gaat hij. Jannie van der Bos, kijk. Die gaat wel even warming up doen. Hop. Ook applaus voor de reus van Achelen. En dat prima Boeing. Gebben Valken maar voorover met de bal en dan over de kant. Ja, prima hoor. Een applaus voor Gerlo Valkema. Vrieskampioen speerwerpen, maar hij doet niet meer aan atletiek, alleen aan pilkje gooien. Maar ja, dat is ook een sport. Ja. Zet voor een paar handlaatsen. Eén man die de qualifier nog niet heeft gepakt, dat Simon Stikkers, en hij krijgt zometeen nog in ieder geval twee pogingen. En daar zal hij zeker slagen. Hij moet alleen even de kunst van de techniek afkijken. Dit is Ted van de Barre. Op de kracht gaat kijken, hij gooit er bijna vrij rond. Zoveel kracht heeft die man. En ook prima natuurlijk. Krijgen we nu de eerste herkansing voor Simon Stikkers. Om in ieder geval te zorgen om binnen te komen in de ronde van de te verdelen prijzen. Hij wordt nu aangegeven, je ziet het, wat even omhoog gebracht. Het is echt niet zo, hij moet alleen langs de lijn lopen, scheidt dat hij gaat er nu achter lopen. En hij probeert recht vooruit te lopen en recht vooruit neer te gooien. Dat is 12 uur. Misschien slagen er 4 mensen in, misschien wel 7, misschien wel niemand. Het hangt van minuten aan elkaar hier. Hij heeft de paal. Ja! Hij valt. Ja! Kijk nu! Ik weet niet wat hij zegt. Ik zou niet tegen hem zeggen van 2 minuten over 12 of zo. Hè. Kijk, ja. Dat is mis. Hoeveel was de Falco ongeveer? Nee, ongeveer. 1 uur ongeveer. Of was het 11 uur? Ja, hij doet drie keer boven, die klokje. Ja. Wout telt in zijn eerste poging. Kijk, hij loopt en hij moet straks in de snelheid van ontspannen. Ja, maar duidelijk geen 12 uur. Nee, duidelijk, dat is voor mij zelf te zien. De schijt wordt bepaald en het zal ongeveer 1 uur weer zijn, denk ik. Misschien ook wel 2:30. Hè? Ja, kan, hè? Goed zo, Gerrit Korteland nu. 2 mensen die hem over de kop hebben. Ik denk de beste van de vraag omhoog is. Het kan wel 85 zijn en dan valt hij terug. Maar die schat ongeveer aan de vrouw dat hij omhoog is. Kom erbij, hoor. Jongen, kom op. Maar gaat dat vallen geen gevolgen? Dit was zijn beurt. Helaas. Dit lukt niet en dan mag geen. Als we hem 1 keer van de pont hebben en hij valt verkeerd, dan is het ook afgelopen. Mensen zijn heel tegen mij. Het is heel verstaan dat ze op een gegeven moment losladen natuurlijk. Dan knalt hij wel op de grond en is vaak je schouderblad ook weg. En je krijgt het toch nooit weer terug als dat gewicht daar 1 keer hangt dan. Ja? Challenge van de boordje. Groot is de vraag of hij terugkomt. Hij heeft een kleine punt aan staan. Hij kan er echt nog wel bij komen. En dan moet hij nu toehalen. En een hele keurige bar. Hele keurige bar. En het zal een 12 uurtje? Ik weet het niet. Nee, geen 12 uur is het vast voor hem.
Nee, 12 uur is echt 12 uur, dat moet ik kaars echt leren. Hij zal iets voor 12 zijn. Ja. Kwart over 9:30, ja. Heel voorzichtig zijn. Doe je het erin voeren? Ja, ja, ja. 90 graden heeft hij? Nee. 89 graden. Domme, staat erin. Goed, zullen we heel even gaan kijken naar de tijd van de pannen. Tijd van de pannen, bam. Ja, maar duidelijk 11 uurtje hoor, denk ik. Ja, 5 over 11. We zullen gaan kijken naar de eerste ronde. Zullen we de jongen hier even vragen en even kijken wie... Markstraat, toen met de opening van de Britse Week gigantisch succes. Toen al met de Thijs de Man van Nederland, Ab Wolles, Jannik van der Posten, wij, Rudy en Gerlo waren er ook bij. En evenals toen Jockeys, de legendarische Jockeys. Mr. Highland. Dat zullen we even kijken. Nee, dat lukt zo niet in ieder geval. Jeff Games natuurlijk vele Highland Games wedstrijden gewonnen, maar ooit is er zeker. Is dat Grant Anderson of Bill Anderson? Grant Anderson geweest, dacht ik, Jelling, hè? Oh, ze schudden even de tijd. Hoezo van nou. En nou wel even aanpakken, die. Even aanpakken. Ja, ik hoor je de regel, dat is. Wat is? Kijk, kijk, ik heb het ook. Dat gaat wel hetzelfde. Juist zo! Ja! Oh, dit is een hele mooie. We zullen gaan kijken. Goed, u wegstappen. Ja! Hij 12 uur, dan blijft het wel hetzelfde. Ja, ja. Ja, zeker. En nu komen we aan. Het hoofdpunt moet dan straks het hoofd gooien worden hier. Hier achter. Wat? Kom er door. Kijk. Oh, die moet je overleggen. Ja, kijk eens. Dat is toch een man die de techniek beheerst, en anders hou je hem echt heel hoog opgenomen. En nu zal hij op 12 uur moeten komen. Hij gaat over de klok, nee, nooit een keer. Gaat niet vloeiend genoeg. Gremmel val ik hem af. En Ted van de Baden. Dat was leuk. Het is ook nog niet gelukt om over de kant te krijgen, maar dat kan nog. Ik niet. Als je hem één keer maar op die hoogte hebt. Dat kan vaak zo tegenvallen. Heeft het vast. U houdt hem tegen. Juist. En nou moet hij... Omhoog en remmen! Applaus voor Gerlo Valkema. Maar oh, wat valt dit ene? Dat is een lellebel. Als laatste in de tweede serie nu Ted van de Parre. Dankjewel, Ted. Ai, 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 ai. Deze mislukt Valkema. Ja, dat komt hem, dat krijg je. Dan gaat Rudy feesten voor zijn derde. Oh, ja, 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 ja. Maar ik weet niet of hij de 12 uur krijgt. Hij ziet even. Nou gaat hij me niet op moeten tellen, denk ik. Maar we zien dat hij scheidsrechter hoor. Nee, hij is niet 12 uur. Gat, maar zei hij. Nee, maar het is ook niet 12 uur, dat kan ik hier ook wel zien. Nee, de meer betaald. Kan niet blijven. Nee, het telt niet. Nee, dat kan niet. Ja. We verhuizen straks even. Yes! Maar dit valt allemaal mee. Mooi warm, maar straks met die 25 kilo de slaap nog heftig erin natuurlijk. Dat kan niet. En dan gaan we even verhuizen. Goed zo, Gerlo Valkema nog en Ted van der Parre. Thank you.
hetzelfde kan vallen in die 12 uur was. En dat is tijd voor de park. De macht heeft hij. Buiten kijf. Maar hij moet dus hoog gooien. De Nederlandse koorhouder en zijn grote opponent in het midden. Dan gaat Ted voor zijn laatste warm. Kan hij wel 12 uur krijgen? Dat is de grote vraag. Hop, hij gaat over de kop. Ik zal kijken, we gaan kijken. Maar Van Rosito ligt natuurlijk. Even ervoor weg. Zo ja. Kijk. Nou, ik weet het wel. Dan streep je niet mij rechtuit hoor. Kijk. O jee. Ja, dat duurt. Krijgt hij 12 uur? Ik weet het niet. Nee, net niet. Goed zo, we gaan kijken. Wout zelf heeft in ieder geval 12 uur staan. Even kutten. Deze man die nu naar het werk komt, Rudy Veenstra, was niet te kloppen.
Alhoewel de vlotte pijl minder bed heeft die daar ook al ligt te genieten van het mooie weer. En toen wel. Daar stond. Minder bed scoorde toen ook goed. Kom op, Rudy. Daar gaat hij. Kijk eens. Ja, applaus voor Rudy Beter. Ja, zeker. En hoe? En dat geldt ook voor de schoenen. Wat belooft dit zometeen voor de speciale schoenen van Jannik van der Bosch? Simon Sikkers krijgen we nu. Afgelopen zomer een aantal weken in Schotland geweest. En in al die wedstrijden heeft dit onderdeel gewicht hooggooien gewonnen. En dat krijgen we straks dan. Maar het Nederlandse record van hooggooien staat op naam van Tess van der Parre. Dit record is in handen van Jan. Kijk eens. Applaus voor Roos Delta. Ja. Naar verderop. En het ontlopen kan weinig. Walshuis in de leiding, tweede Rudy Veenster nu en derde Ted Verbarra. En daar gaat Gerrit Kortenaar. Ook een prima warm. Applaus ook voor hem. Prima warm natuurlijk. Een officiële kill van de McClechand clan. Dat betekent dat hij in de volplaats waar de McClechand het voor het zeggen hebben, waar de clan het grootst is, dat hij daar de wedstrijd heeft gewonnen en daarom verdedigt hij de familiekleur. Walshuis neemt deel in de Commonwealth Guild. En dat is prima eerste poging van Jannik van der Bosch. Ook applaus voor de reus van achter natuurlijk. Zoals ik heb gezegd, dit is een officiële kilt die Jannik aan heeft. Verder heeft Valcelta daar de Commonwealth kilt aan. Van de Soort Olympische Spelen voor Engelstalige landen. En met name een Josh Capes natuurlijk is een van de weinige atleten die de Royal Kilt draagt. De Royal Kilt die wordt hem uitgereikt aan door de koninklijke familie. De familiekleuren verdedigt. Wij dragen allemaal verder CNA kilt. Dan gaat Gerlo Valkema voor zijn eerste poging. Kijk eens, heel kracht staat hoor. Ook applaus voor Gerlo Valkema. Hij kwam niet heel lang, hij kijkt niet tevreden, maar de achterstand is goed. En ik zou graag even weten, het touw er even bij aan wie aan de leiding gaat. Tweede poging, Ted Verbarre. En kracht, verschrikkelijk veel kracht. Pas, ik weet het niet, ik kan het hier vandaag absoluut niet zien. Nee, hij is niet verder naar zijn eerste poging in ieder geval. Hij is niet verder naar zijn eerste poging, nee. Ik zal even kijken. Oh, hij is wel verder. Kok Houtman heeft een zwaar beroep vanmiddag. Die mag constant de hamer, die ze hebben vervangen door bamboestok met kogel. Maar nu de verrassing tot nu toe. Rudy Veenstra. De kogel die is ongeveer 8 kilo of 8. Dan gaat Rudy Veenstra spelen. Kijk eens, veel kracht. Maar hij komt niet helemaal goed uit. Iets verder dan hem al. Maar het zal gemeten worden, denk ik. Spannend blijft. Nee, net niet. Het scheelt geen 10 centimeter, maar ook zijn beste poging blijft de Woutzijlstra aan de lijst gaan. Maar hij zal een metertje verder moeten eigenlijk. Dan komen we in de buurt van Nederland als een klok van 34,32 meter. Daar gaat hij.